voorgerechten. Jullie hebben vorige week en de week ervoor zijn we bezig geweest met de praktijkcoaching. Dus we hebben niet aan dit boekje kunnen werken. Als het goed is, heb je wel kunnen werken aan het boekje tijdens de lessen die dan parallel liepen aan de praktijkcoaching. Dat betekent dat een aantal van jullie wel wat gedaan hebben, denk ik, en een aantal mensen niet. Want er was natuurlijk minimaal controle daar zo. De opdracht luidde in die les: maak culinaire cocktails af. Ik heb het boekje van Desiree nu voor me. En ik zie dat bij Desiree niet zo heel veel in het boekje is gedaan. Bij niemand, hè? Maar meneer, bij niemand, ben ik bang. Wij zijn bij vier. Wij zijn bij vier. Dan moest beginnen aan de geven. Jullie mochten, en dat had ik toen tegen meneer Hendricks ook gezegd, jullie mochten gaan beginnen met hoofdstuk 4. Dus hebben jullie, jongens, hebben jullie de tussentoets gemaakt? Ja. Die hebben jullie wel al gemaakt. Ja, dat weet ik niet zeker. Oh, weet ik niet. Kan wel. Ja. Ja? Oké, die cijfers zal ik zo denk ik even nakijken. Dan gaan we nu dan wel verder met culinaire cocktails. We hebben een tijd geleden hebben die PowerPoint laten zien over koude volgerechten. Daar zat een heel klein stukje over cocktails daarin. En koude sausen met nog wat snijmateriaal. En als we aan snijmateriaal denken, Jamie, als ik aan snijmateriaal denk, waar denk ik dan aan? Wat denk jij dan aan? Aan een mes. Oké. Okay. Scherpe dingen. Scherpe dingen. Waar denken we nog meer aan, Thomas? Snijmateriaal? Ja. Waar je voor nodig hebt? Ja, nee, waar denk jij aan? Technieken. Iets wat doorsnijden. Iets wat doorsnijden. Maar is dat handgereedschap of is dat machinaal handgereedschap? Allebei. Heel goed. En als jij allebei denkt aan snijmateriaal, of snijgereedschap, waar denk je dan aan? Machinaal? Broodsnijmachine. Snijmachine? Ja, wat nog meer? Broodsnijmachine, die in het bakken altijd. Ja, dat is ook een snijmachine. Maar wat hebben we nog meer? Je doet zo'n machine gewoon het grote stuk vlees in de gok die zo soort stukken. Ja. Je hebt gewoon zoiets als die met die slaap. Geen de snijmachine, hoor. Ja, snijmachine hebben we gezegd al, hè? En hoe ziet dat eruit, weet je dat? Ja. Ken je die grijze machine, die vierkante grijze machine? Ja, die met die doorzichtige bak. Die plakjes snijden. Ja, hoe heet die machine? Ja, dat is de snijmachine die we net gehad. Maar de andere machine die ik bedoel, dat is de Magimix. Oh, die. Dat is die machine met die doorzichtige bak. We lopen zo lekker even naar de keuken toe. Dan kunnen we hem bekijken. Dat is die machine met die doorzichtige bak. En daar zit een mes in. Hoe blender dan ook bij een snijmachine? Een blender is een tapstoellopende machine. Maar het is wel een snijmachine, want er zitten mesjes in. Aha. Maar dat je van een staafmixer ook. Er zitten ook mesjes in, hè? Die kan ook dingen kapot maken of pureren. Dat zijn allemaal machines die dus iets kunnen verkleinen of kunnen verdelen. En een Magimix blend, hè? Magimix die blend, ja. Die kan hakken, die kan snijden, die kan raspen, die kan eigenlijk alles. Ja. Maar die wordt bepaald gemaakt door een aantal bladen die hij heeft. Maar dan lopen ze even naar de keuken, dan kun je die Magimix kunnen zien. De staafmixer weet je nog wel voor te halen. De meeste mensen hebben het thuis. En in de keuken hebben ze hem in groot en hebben ze hem in klein. Over koude cocktails gesproken. Wie kan dat cocktail opnoemen? Yes. Granale cocktail. Marije, weet je ook een cocktail? Ja, een viscocktail zou kunnen, maar nog meer. Groentecocktail. Met drank, ja, maar dat heeft echt niet specifieks met groenten met de bar te maken, hè? Fruit. Een fruitcocktail. Bestaat groentecocktail? Nou, weet je, het zal best bestaan. En dan zal het bestaan in een soort van vegetarisch iets. Dus alleen maar met groenten. Nou, granalencocktail, fruitcocktail genoemd, gehoord. En dat zou een balloencocktail kunnen zijn, dat zou een grapefruitcocktail kunnen zijn. En dat wordt dan in een koep geserveerd. Weet jullie wat een koep is? Ja? En het beschrijven deze hele koep? Zou je dat kunnen pakken, denk je, daar zo bij de glazen? Ja?
Denk je dat hij er tussen staat? Nee. Nee, niet zeker? Jawel. Moet je het wel proberen? Ja, er is een tapstoel open vast. Ja. Dit diepe is een champagne coupe. Zo noemen ze dat. Of een coupe waar je dus een cocktail in kan doen. En als ik hiermee aan de gang ga, dan moet ik ook net zoals met het bord maken, moet ik daar van hoog naar laag gaan werken. Gaan dus ik leg hier, we gaan dat wel een keer doen. Ja, dan leg je hier een blaadje sla bijvoorbeeld neer en dan doe je hier die krap in die aangemaakt is met verschillende dingen. Ja? We gaan beginnen met het hoofdstuk culinaire cocktails, koude saus en stijgers. Oké? Oké.